Vorige week keerde de zomer volop terug in Nederland. We hadden een zonovergoten weerbeeld met ook heel erg weinig wind. Dat zien we ook aan de opbrengst van windenergie, ruim onder het gemiddelde. Vooral in het binnenland stond er af en toe geen zuchtje wind, maar 105 gigawattuur in die hele week. En als we dan even naar de zonne-energie kijken, zien we dat die net iets onder het gemiddelde uitkomt. Scheelt niet heel erg veel. Heeft waarschijnlijk ook met de hoge temperaturen te maken. Dan presteren zonnepanelen over het algemeen toch net even wat minder. Maar als we dan naar de komende week gaan kijken, dan zien we dat er nog steeds flink wat zonneschijn in de verwachting zit. We komen dan naar verwachting wel iets boven het gemiddelde uit. Maar dat komt vooral omdat hoe verder we in september komen, hoe minder zonne-energie we over het algemeen opwekken. We gaan van 591 naar 446 gigawattuur gemiddeld. Dus deze week meer zonne-energie dan normaal is voor deze tijd van het jaar. En het blijft daarbij ook heel erg rustig, want we zien ook dat de windenergie wederom onder dat gemiddelde uitkomt. Nou, wat voor weer kunnen we dan precies verwachten? Begin deze week was het nog wel behoorlijk warm en ook een beetje broeierig. En we krijgen dinsdag dan een beetje met een omslag van het weer te maken. We zien iets meer bewolking in Nederland, dus ook iets minder zonne-energie. En vooral aan het einde van de dag komen er vanuit het zuiden wel wat stevige buien onze kant op. Zorgen tijdelijk voor iets meer wind, maar dat is wel heel erg lokaal. En vanaf woensdag zien we dat de wind naar het noorden draait, komen we in een andere luchtsoort terecht. En daar is over het algemeen juist weer wat meer ruimte voor de zon. Met die noordenwind blijven de kustgebieden wel iets gevoeliger voor wolkenvelden vanaf zee. En zullen we de meeste zonneschijn dus in het oosten en zuiden van het land tegenkomen. Dat ziet er in de symbolen dan vervolgens zo uit. Dinsdag is dus een beetje die overgangsdag, wel wat bewolking. In de middag kan er vooral in het binnenland toch nog wel even wat zonneschijn zichtbaar zijn. Ook dan weinig wind, meeste wind nog in de kustgebieden. En vooral op woensdag dan draait de wind en dan zwelt die noordenwind ook wat aan. Dus vooral op de Noordzee dan de meeste wind. En dan gaan we geleidelijk ook al iets meer zonneschijn krijgen. Aan de meeste zonneschijn zit hem vooral in de tweede helft van deze week. Donderdag en vrijdag, vooral in het binnenland dus heel erg veel zonneschijn. En dan gaat de wind ook weer wat liggen. En als die warmte dan weer terugkomt later in de weken en het begint in je huis ook weer wat warmer te worden, gebruik dan een ventilator in plaats van een airco, want dat bespaart je echt een hoop energie. Dus vooral later deze week weer meer zonneschijn en ook hogere temperaturen.